Vandaag lezen we Psalm 118, vers 5, waar staat: In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. John vertelde mij dat hij vroeger op school gepest werd. Ik had slechts 2 stoeptegels, zei hij. Dat was mijn veilige plek op het schoolplein. Een verdrietige samenvatting van een ongelukkige jeugd. Niemand is geschapen om te leven op een vierkante stoeptegel. Misschien heb jij ook de nodige verwondingen in relaties opgelopen. Angst om opnieuw gekwetst te worden dwong je om muren te bouwen die de kwetsbaarheid en de weggestopte pijn af moesten schermen. De muren rondom je hart verhinderen je echter om gezonde en duurzame relaties aan te gaan. En bovendien staan muren je relatie met God in de weg. Ze beperken je om verder te groeien. Ze brengen je in een isolement en beroven je van je vrijheid. Als je een kijkje neemt achter de muren van je bange hart, zie je een groot verlangen om geliefd te worden en om lief te hebben. Alleen Gods bovennatuurlijke liefde kan je verwonde hart genezen. Want angst bouwt muren, hoop bouwt bruggen. Maar Gods liefde haalt de muren rondom je hart neer. Hij wil je in de ruimte zetten, zodat jij je hart wijd open gaat stellen voor Hem en voor de mensen om je heen. Paulus schreef ooit dit: Bij ons vinden jullie niet te weinig ruimte. Maar in jullie binnenste is het te eng. En dan zegt hij, jullie moeten ook ruimer worden. 2 Korintiërs 6, vers 12 en 13. Heb dus lief en leef met een groot hart. Alleen door liefde te geven, komt er meer ruimte in jouw hart.